Oké, ik lag dus net in bed, half te slapen. En ik hoor opeens herrie uit de tuin. Ik hoorde iets vallen. Het is al 1 uur. We hebben gewoon lekker even rustig aangedaan. De hele zaterdagochtend. En ik ga nu lekker een soepie lunchen. En ik vind dat zo lekker. Gewoon een boterham en soep. Wie had er meest van Bibi en Jamila? Jij! En wie nog meer? Oh. Geef wel een duimpje omhoog sowieso. Oh, we moeten een duimpje omhoog doen. Als je van Bibi en Jamila ook houdt van Sarah. En anders, als je het niet van houdt, geef dan ook maar gewoon een duimpje omhoog. Ik ga even lekker mijn brood eten. Dan mag je ook gewoon lekker. Het is zo lekker altijd. Gewoon simpel boterham. Het was nog een beetje heet. Ik ga nu beginnen met mijn grote voorjaarsschoonmaak. Dan maar. Ik ga beginnen met de keuken. En ik ga kast voor kast schoonmaken. Weer opruimen. En En ook vooral heel veel wegdoen. Nou is dit een kast. Dit is de drankkast. Waar veel te veel in staat. Omdat ik al aan het inslaan ben. Voor met mijn verjaardag. En ik had ook wel wat dingetjes ingeslagen. Voor de Optidee avond. Maar ja, dat ging natuurlijk ook even nu niet door. Dus hij staat best wel vol. En het is wel de bedoeling. Dat dadelijk na mijn verjaardag. Deze kast een heel stuk leger is. Ik ga gewoon letterlijk alles wat erin staat neerzetten. En alles wat dan op is, is gewoon op. Plus ik moet ik wel wat dingetjes bijhouden. Maar dat zijn eigenlijk ook dingen die op gaan. Want we hebben echt zo verschrikkelijk veel stroom. Terwijl we eigenlijk zo weinig drinken hier. Af en toe is een keer, maar het is gewoon niet veel. Dus... wel leuk. Sommige, dit vind ik dan wel echt heel leuk om te bewaren. Die zal ik denk ik niet allemaal, maar gewoon oude wijnen. En deze 1995, dat klinkt niet heel oud. Maar het is natuurlijk ook al 25 jaar oud. En hier uit 86. Ja, dat is helemaal cool, want die is gewoon 33, 34 jaar zo. Weet je, dit soort flessen. Die ga ik dan niet neerzetten. Die vind ik gewoon nog steeds wel heel erg leuk. 1982, die is nog ouder. Dat is deze. Even kijken, dat zijn allemaal wijnen van voordat ik geboren was. Echt. Deze. Zie ik geen jaartal op. Dat is wel een oude. Waarom staat hier geen jaar op? Nou, dat is jammer. Heel af en toe gaat er wel een oude wijn open, maar... nou, deze 2004, dat valt wel mee. Nou, trouwens. 2004 valt mee, is gewoon 16 jaar terug. Maar ook dit, weet je, dit is echt... ik kan hem bijna niet gewoon zo uit de losse arm omhoog houden. Is zo'n grote fles. Even kijken. Past allemaal niet helemaal aan recht. 1983. Dat is deze. Vind ik helemaal leuk met zo'n netje eromheen nog. Even kijken. Nu moet ik af gaan stappen. En heen en weer. Ik denk dat ik die oude wijnen die ik dan niet op tafel zet. Dat ik die daar helemaal achter zet. En dat ik de rest dan daarvoor allemaal ga zetten. Dan kan ik het dadelijk dan allemaal gewoon zo uit de kast trekken. Even die laatste paar flessen nog eruit. En dan nu stap 2, de koelkast. Die is gelukkig niet super vol, dus dat moet zo te doen zijn.
Alleen ik doe altijd die plaatjes het liefst in de vaatwasser. Dat scheelt me. Dus ik zal even wat dingen eruit moeten halen. Dan die plaatjes in de vaatwasser dan schoonmaken. En dan opnieuw inruimen. Dan is die in ieder geval ook helemaal fris. En daar houden we van natuurlijk. Bedenk maar alleen dat normaal als ik dit doe, ga ik ook altijd zeg maar de gewone voorraden. Dingen die je wel gewoon wat meer van hebt staan na. En dan vul ik die ook altijd gelijk aan. En dan denk ik aan van die lang houdbare dingen. Maar ik ga ze nu wel opzetten. Maar ja, het gaat natuurlijk wel de vraag zijn of ik ze ook daadwerkelijk kan kopen. Kijk, blikjes en zo, die vul ik dan altijd weer aan tot plank vol is. We hebben altijd blikjes, want ja, de ene keer gaat het heel hard met eten, of met eten, met drinken. En de andere keer wordt het weer heel lang niet gedronken. Ja, als je dan één glaasje uit een fles hebt, dan is het een beetje zonde. Dan gaat er wel heel veel weg. Dus vandaar altijd blikjes. En die zet ik er gewoon op en ik zie wel hoe ver we komen. Kijk, dit soort dingen zijn denk ik nog wel gewoon normaal in de supermarkt. En ja, voor het milieu moet ik zeggen dat wij deze eigenlijk alleen gebruiken voor buiten de deur. Maar ik heb ze wel altijd in de koelkast staan. Dat vind ik de beste manier om op te ruimen. Dit is de plek. Dus dat soort dingen ga ik nu wel even gewoon bijhouden. Op de lijst zetten, bijvullen. En verder zie ik wel hoe ver ik kom met de lijst. Wordt helemaal moe van. Ik heb de koelkast wel een heel stuk gedaan. Alleen deze onderdelen die zitten in de vaatwasser en nog een plank zit in de vaatwasser. Dit moet dadelijk op andere planken, wat dingetjes. Maar dit moet echt per se koud staan. En hier heb ik alleen staan wat best even uit de koelkast kan. Of dingen die niet eens in de koelkast bewaard horen te worden of hoeven te worden. Maar die ik gewoon makkelijk vind om in de koelkast te bewaren. Dus, maar ja, ik vind het altijd makkelijker om even een paar van die dingen. De vieze platen doe ik altijd in de vaatwasser. Nu worden ze gewoon beter schoon met de hand. Dus ik moet even wachten tot die klaar is. En ik ga nu heel even snel wat eten. Nou, de vriezer heeft nu geen zin. Dus dan ga ik daarna denk ik even mijn bordenkast helemaal leeghalen en schoonmaken. En ook gelijk uitzoeken. Ik heb in de koelkast wel een hoop uitgezocht en mijn boodschappenlijst aangevuld. En ik zie wel in de supermarkt elke keer hoe ver ik daarmee kom. Hallo! Ik heb bezoek. Denise stond er net voor de deur en eigenlijk zit te kletsen. Toen was het opeens, moet wel eten gaan maken, dus we hebben gegeten. Sarah heeft lekker getoucht. En ik ga nu mandarijntjes eten. Ik heb echt nog steeds die mandarijnen-tik, maar ik vind ze nu wel iets minder goed dan aan het begin. Die waren veel lekkerder. Misschien komt dat ook door de crisis. En het crisis-mandarijnen. En ik ga maar weer aan de fotoalbums. Want ik heb al geëdit en zo. En ik denk, mis ik iets, maar nee, ik zit nog goed. Dus ik ga gewoon fotootjes inplakken. Dan heb ik dat ook weer gedaan. Je moet toch iets op zulke dagen. Even kijken, dit is 4. Fotoplakkers. Het is wel leuk, want dit was in Lanzarote, dat was nog voordat ik vlogde. Het was de eerste ochtend. Ik vond het zo heerlijk daar. Echt en zo mooi. Kijk, dit was in een soort hele grote cactustuin. Wel echt heel indrukwekkend. Dit soort tafereel. Deze foto staat volgens mij ook op mijn Instagram. Of ik heb hem toen leeggehaald. Maar echt, het was in ieder geval fantastisch allemaal. Zo mooi. Dus ik ga die foto's even inplakken. In ieder geval weer een stukje. En dan ik ga gewoon zien hoe ver ik kom. Beetje herrie van de waterkook, maar kijk. Ik ben nu echt, het is al 12:30, dus ik ben echt even klaar mee om opruimen. Maar dit klein stapeltje moet ik nog. Dus ik heb zoveel gedaan. En dat voelt echt goed dat ik er bijna ben. En ik wil het echt afmaken, maar dan zit ik hier echt tot 2:30. En dat ga ik gewoon echt niet doen. Maar ik ben wel blij. Kamer opgeruimd, alles weggezet. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je hopelijk morgen weer. Doei doei!
Oké, ik lag dus net in bed, half te slapen. En ik hoor opeens Harry uit de tuin. Ik hoorde iets vallen. En ik ren naar Sarah's kamer en ik kijk uit het raam en ik zie nog mensen uit de tuin gaan. Ze proberen hier toch gewoon weer in te breken, echt. Oh, politie is onderweg, maar echt. Ik ben nog in de tuin gaan kijken. En ze hebben ook het konijnenhok. Het is half kapot. Ik denk dat ze daar overheen zijn gegaan. Ik kon niet goed zien. Want ik deed mijn zaklamp aan op mijn telefoon. Maar dat weer kaatste. Zo, ik sta helemaal vol adrenaline, weet ik veel wat allemaal. Echt. Maar ja, ik denk pak die camera. Maar ik moest even van me afvallen. Maar ik sta even helemaal stijf van alles. Echt. Ze zijn hier binnen. Oh, ik word gebeld. Politie en alles is geweest. En morgen komt er dan een sporenonderzoek nog. Al is er niet heel veel aan sporen. Ik ben echt heel moe, maar ook klaar wakker tegelijkertijd. En het is ondertussen 4:15. Dus ik ga nu toch proberen te slapen. Al voel ik me echt helemaal klaar wakker. En echt dood op tegelijk. Maar ik ga proberen te slapen, dus hopen dat het lukt.